ondervoorzitter van de PALU, Henk Ramnandalal, vindt nog steeds dat de protestactie van afgelopen maandag niet nodig was. Hij onderkent wel dat in de afgelopen maanden veel is gebeurd op het monetair vlak en dat het volk verarmd is. Maar voor PALU was de bedoeling van de protestmanifestatie niet duidelijk. Volgens hem heeft de organisatie aangegeven een signaal aan de regering te willen geven. Op de borden stond er echter weg met de regering en de NDP. Het beste zou volgens Ramnandalal zijn om met betrokken partijen om de tafel te gaan zitten en kijken naar waar we naartoe willen met het land. In het programma In Gesprek Met gaf hij aan dat de PALU graag had dat er een eenduidig doel aan het protest was gegeven. Voor ons was het niet duidelijk. We hebben gezegd, we willen graag, liever graag, met de betrokken partijen aan tafel gaan zitten. Mm-hmm. En kijken waar we naartoe willen gaan in het land. We moeten niet weer het volk oproepen. En dat gaat dan om 3 maanden voor de verkiezingen. Dus als men een politieke boodschap zou hebben, zeg ik, want de mensen die op het podium daar klommen, die waren allemaal van verschillende politieke partijen. Er waren natuurlijk ook wat maatschappelijke groepen bij. En dan zeg ik, breng dan als politieke partij je boodschap naar die samenleving en laten we ervoor gaan om in de verkiezingen een wijziging van beleid voor te stellen. Ja. En wil je dat in eenheid doen, dat is eigenlijk wat wij als PALU zeggen, willen we toch wel het volk een beeld geven waar zij dan voor gaan, want we roepen ze nu op om tegen te stemmen. Laten we dan met elkaar aan tafel zitten, als politieke partijen, als verantwoordelijken in die samenleving. We zeggen als PALU, als leidende persoon, want de PALU is een leidende politieke partij. Laten we met elkaar dan in afval eens worden over waar we dan in die beleidswijziging dit land naartoe gaan brengen. Ja. En daar, dat is niet op gang gekomen, waardoor we zeiden van nou, dan maar het zo laten zoals het is. Ramnandalal haalde verder aan dat PALU haar achterban zal voorlichten voor een bepaalde einddoel te stemmen. We moeten niet proberen om het volk weer tegen een regering te laten stemmen, verduidelijkt hij. Volgens de PALU-ondervoorzitter vindt de partij dat er een systeem moet komen waarbij politieke leiders die aan de macht komen gedwongen moeten worden te luisteren naar wat er speelt bij het volk. Bijvoorbeeld, we maken nu resortplannen. Ja. Maar die resortplannen verdwijnen ergens op de begroting van het ministerie van regionale ontwikkeling. Zonder dat beleidsmakers echt een studie van maken van eigenlijk zijn ik Queens afvallen. Als je dat daarnaar kijkt, bijvoorbeeld toen we Paramaribo, alle resortplannen hebben een probleem, men constateert dat, met hangjongeren. Ja. Waarom zijn we niet in staat geweest, dat vanaf dat dit speelt, vanaf 87 maken we resortplannen, waar dat allemaal in staat, dat we zijn gekomen als beleidsmaker, als politiek verantwoordelijke, dat we hebben gezegd, kolokou een programma om onze jongeren zodanig te onderwijzen, dat momenten maar klaar den stuka, dat ze gelijk een werk vinden. Ja. Na 30 jaar. Begrepen? Universiteitsstudenten. Studenten zijn nu werkloos. Ja, en zijn werkloos. Begrepen? Dus waarom zijn we niet met een programma gekomen van dat we zeggen van, hé, hier nou, hoe kan fit naar elkaar? We kunnen allerlei politieke partijen om allerlei redenen kunnen elkaar bevechten, maar laten we nou van eens zijn dat dit een probleem is. Zijn squeeze afvallen. Henk Ramnandalal, ondervoorzitter van de politieke partij PALU. Hij sprak in het programma In Gesprek Met over de politieke ontwikkelingen in Suriname en hoe wij als land vooruit kunnen. Ramnandalal heeft er namelijk moeite mee dat er veelal wordt gekozen voor korte termijn doelen in plaats van duurzame strategieën.